In de Torenstraat heeft vannacht een grote brand gewoed in een portiekwoning. Eén man is daarbij om het leven gekomen. Drie andere gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn. Helaas is er bij deze brand één dode te betreuren. We gaan ervan uit dat dat een bewoner is van het pand. Mijn collega's zijn tijdens een verkenning die man tegengekomen. Hebben hem naar buiten gebracht en zijn daar nog gestart met een reanimatie. Maar dat heeft helaas niet mogen baten. Die man is daar door de brand overleden. Daarnaast zijn er nog drie mensen gewond geraakt. En die zijn door de ambulance vervoerd naar verschillende ziekenhuizen hier in de regio. De brand ontstond rond 2 uur op de eerste etage. Omliggende woningen werden meteen ontruimd. De bewoners werden opgevangen in het politiebureau. Vannacht was ik aan het slapen en om 2 uur werd ik wakker gemaakt door mijn oom. En hij dacht dat ik iets had verbrand in de keuken. Maar toen ging hij verder kijken buiten en toen bleek dat bij onze buren dat er brand was. En toen moesten we zo snel mogelijk evacueren. De bewoners van 12 woningen kunnen niet meer terugkeren naar huis. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.